eerste was eigenlijk vroeger al dat ik met muziek bezig was. Mijn vader ook altijd dishockey was geweest en het borrelde al in mij. En toen zei ik altijd tegen mijn moeder, ik wil later ook dishockey worden. En ze zei, nee, dat moet je niet doen, is niks voor je en zo. Nou, fijn, 10 jaar later, een jaar of nou, 18, 19, gewoon een beetje op die house te komen. En, ja, toen vond ik het wel leuk, ging uit en ik zag mensen DJ's draaien en zo dacht ik het mixen, dat is wel heel interessant. Nou, zo ben ik er eigenlijk ingekomen. Ik ben dus eigenlijk begonnen ooit in de Roxy. Dat is eigenlijk mijn eerste vaste plek geweest. En daar ben ik gekomen via Joost van Bellen, die heeft me daar laten draaien. Ik kwam me altijd met bandjes aanzeulen van weer luisteren, nou fijn, hij luistert, net altijd gezeur. En toen mocht ik 1 keer in de 2 weken met hem meedraaien, voordraaien van 11 tot 1. Nou, dat was wel heel wat natuurlijk voor mij. Zo. Dat was altijd op vrijdag. Dat heette de Stichting Disco 93. En ja, daar ben ik begonnen. Toen ben ik op de zaterdag terechtgekomen. Af en toe een zaterdag draaien. Of samen met Isis, met RDB, met Anvan of Crazy Sean. En ja, zo ben ik eigenlijk begonnen. Ik sta van draaien. Oeh, vuilnisbakkeras. Zo kun je wel zijn. Ik draai van alles wat lekker klinkt. Van hard tot relaxed. Maar voornamelijk wel lekker power, energie. En ja, voor de rest, ik heb niet een echte herkenbare stijl. Ja, vrolijk, stevig, dansbaar. Mensen moeten naar hun zin hebben. Mensen moeten vermaakt worden. En daar gaat het uiteindelijk om. De zaterdag is echt een kliek apart. Het is een hele hechte sfeer. Het is meer dan een, het is meer dan een familie. Ja, het is eigenlijk niet te beschrijven. Dat moet je gewoon meemaken. Dat publiek is zo fantastisch. Dat gaat zo helemaal in de muziek op. Het staat zo met je mee te gaan. Het geeft zoveel aan je. Ja, en ja, wat dat betreft, ja, hoe moet je dat omschrijven? Ik zou het echt niet weten. Dat maak je nergens mee. In geen enkel ander land, geen enkel andere discotheek maak je dit gewoon mee. Echt waar. Hoe voelt dat? Ja, ik vind het natuurlijk iets bijzonders natuurlijk dat je ervoor uitgekozen wordt. En je doet je best natuurlijk om zoiets te bereiken, maar om zoiets te verwachten? Nee, dat niet. Maar ja, ik vind het hartstikke leuk dat ik het mag doen. Echt heerlijk. En de volgende die gaat ook komen, ook voor mij. Dus wacht met smart. Ja, ik ben nu ook zelf aan het produceren, zoals het heet. Muziek aan het maken. En ja, er staat dus ook een nummer van mij, de It's a Day, nummer 10. Dat is Second Heaven. En dat doe ik samen met een vriend van mij, Jim Vermanen. En ja, het is heerlijk om muziek te maken. Het is sowieso leuk. En dat nog een plaat komt, dat is ook meegenomen. Ja, zoveel mogelijk. Het liefst alles natuurlijk wat eruit te halen valt. Japan, oh, dat lijkt me echt kicken voor die markt daar zo die eigenlijk in principe nog open ligt. Ja, hier in Nederland nog zoveel te doen. Eigenlijk zou ik over de hele wereld gewoon een beetje bekendheid willen opnieuw, zodat mensen ook kan vermaken en nou, zin kan laten hebben. En voor de rest, ja, wensen. Tja, er zijn wensen zat. Ik wil zoveel, ik heb nog zat om na te streven. Dus ik heb nog heel veel jaren te gaan in ieder geval.